Zal ik dan nog eens zo'n sprong maken? Daar ben ik niet voor. De mensen van Oz zullen trots zijn als ik dit vertel. Dan moet je ze niet zeggen hoe ik op die rots terecht ben gekomen. Nee, dat zal ik niet doen. Volgens mij lopen we in rondjes. Dat niet, maar misschien zijn we wel de enige uitgang die er is voorbijgelopen. Maar ja, ze hebben hier tenminste geen stoplichten. Laat het hopen. Huh? Oh, zijn ze dan misschien toch dicht bij een uitgang? Ik steek hem over een keer aan, dan kunnen we er naar zoeken. Wat krijgen we nou? Dat zien we straks wel. Hallo, is daar iemand? Oh, ik weet toch zeker dat ik iets hoorde? Ja, maar het kan toch op de wind geweest zijn? Wat was dat nou? Monster. Ja, vuurspullen. Ja, ik denk dat hij zo terug zal komen, dus blijf liggen. Nee. Het is een lamp. Er zitten allemaal vliegjes in. Hey. Het zijn toch geen vleeseters, hoop ik? Wie wil er nou een boom met vuurvliegjes naar ons gooien? De ginnegappers. Wie zijn dat nou? Dat is een soort kabouters, maar geen gewone. Want het enige wat ze de hele dag doen, is mensen voor de gek houden. Iedereen noemt ze ook de ginnegappers of de geinpodems. Hé, hey, lolbroeken, laat je eens zien. Wij kunnen wel tegen een grapje, hoor. Hé. Hey. Oh, wat schattig. Wat een bob was dat. Heel goed. Ik zie wat jij niet ziet. Als jullie hier vaak komen, kennen jullie ook vast heel goed de weg in deze grot. Zouden jullie ons de uitgang willen wijzen? We zijn eigenlijk waterdragers, maar die lampen zijn veel lichter. Nou, volg ons maar, dan kun je lachen. Als jullie het zo leuk vinden om kattenkwaad uit te halen, waarom gaan jullie dan een grot? Wij zijn levensgenieters. Het is hier 's winters lekker koud, zomers lekker warm. En zo blijven we gezond en dan kunnen we veel lachen. Wij kunnen het daglicht niet verdragen, dus hier vandaan moeten jullie verder zelf naar de uitgang lopen. Goeiedag. Bedankt. Oh, het is alleen maar een touwtje. Ginnegappers, die kunnen het gewoon niet laten om je te foppen. Oh. Ik vond het niet leuk en het is geen humoristisch geintje. Zeker een slechte opvoeding genoten. Ze hebben ons geen pijn gedaan en goed geholpen. Hé, hey, hier is licht. Ik ben bij de uitgang. Nou, niet struikelen, hè? We doen gewoon. Wie er het eerst is, jongens. Ik zal nooit begrijpen waarom iedereen altijd zo gehaast doet. Hé, hey, wacht op mij! Eindelijk word ik weer warm en weldaad, die zon. En ik sta hier weer gewoon met mijn ogen te knipperen. Wat heerlijk. En kijk daar, we zijn vlak bij het kasteel van de Goede Heks. Echt? Ik heb de vogels altijd horen vertellen dat er in het zuiden een roze weg naar het kasteel van de Heks loopt. Dus dat klopt. Wat is het hier mooi. Dan zal Levina dat ook wel zijn. Ik hoop zo dat ze een manier weet om mij terug naar huis te brengen. Voor jou hoop ik dat ook, Doortje. Oh, kijk, hier wonen geen dwergen, maar mensen net zo groot als wij. Goeiedag. Hallo. Goeiedag. Zijn we zo op de goede weg als we naar het kasteel willen? Ja, dan moet je rechtsaf gaan bij de brug over het water. Mag ik weten waar jullie vandaan komen? We komen uit Smaragdstad. Dan moeten jullie een hele tijd onderweg geweest zijn. Is er eigenlijk nog nieuws over die tovenaar? Die is verdwenen in de luchtballon waar die ook mee gekomen was. En nou hebben ze mij gevraagd of ik de zaak van hem over wil nemen. Oh.
Neem ons alstublieft niet kwalijk, koninklijke hoogheid, dat we u niet meteen herkend hebben. Laat maar zitten, ik ben ook maar een vogel, verschrikken. Waarom komt de koning van ons hier nou op bezoek? Misschien wel om een koningin te zoeken. Ik noem een tunnel met een open dak altijd een brug.